Dit drankje kan ervoor zorgen dat voor het slikken van het kankermedicijn tamoxifen de werking al bekend is. Het komt omdat in de lever moet het medicijn, het tamoxifen, worden omgezet in diverse afbraakproducten. Daar heb je bepaalde eiwitten voor nodig, enzymen worden die ook wel genoemd. En het hoestdrankje doet dat op precies dezelfde manier. Door dan het hoestdrankje te meten en de afbraakproducten daarvan, kunnen we als het ware voorspellen hoe dat het tamoxifen zich in het lichaam verdeelt. En dat een simpel hoestdrankje de werking van een medicijn tegen kanker voorspelt, heeft veel voordelen. Het probleem is dat nu op dit moment iedere patiënt precies dezelfde dosering krijgt, omdat we eigenlijk niet goed weten wat een individuele patiënt nodig heeft. Dat is dan 20 milligram of 40 milligram. Maar als we dat wel kunnen voorspellen, dan kan het zo zijn dat de ene patiënt 10 milligram krijgt en de andere 80 bijvoorbeeld. En op die manier kunnen we een hele gerichte therapie maken voor de individuele patiënt. Wat is daar het voordeel van? Dat betekent dat het middel waarschijnlijk beter zal gaan werken, omdat je precies de goede dosering geeft en de bijwerkingen worden dan ook minder. Of deze bevinding ook levensreddend zal zijn voor kankerpatiënten, dat gaat het ziekenhuis de komende jaren onderzoeken.